stel op het podium voor jou geregeld worden. Ja, dat is voor mij geen probleem als iemand het maar regelt. Tourmanagers. Ze zijn onderdeel van een artiest, maar je ziet of hoort ze nauwelijks. Mijn naam is Maarten Egas Reparas, video- en documentairemaker. En ik ben 1,5 jaar mee geweest met de mannen van Strictly. Dit zijn de Tourmanagers. Ladies and gentlemen, geef maar op voor Dave Roelvink! Start op naar de straten van mijn volkswijk. We zijn er samen arm en niemand is er rijk. Jouw sores is de mijne en dat maakt ons gelijk. En is het anders om, dan weet ik ook waar ik moet zijn. De huis is zo klein, de muur is zo dun. Dus of je lacht of je huilt, wordt je pure gegund. En als je stunt met de munt, als een botser een gebarsen. Deel wat je hebt, want anders komen we niet pak. Vaders aan het dranken, moeders achteraan. Vanavond in de kroeg, daar zingen we weer samen. Kinderen tot laag, met z'n allen op de straten. En als ze al gaan slapen, met z'n vieren op de kamer. Dijn! Nou, gaan we hoor. Here we go. Op het lichaam. Het zijn toch wel power shots die Dave uitdeelt. Ja. Oeh. Ja, de meeste heeft het best even nakijken. Maar nog. Tweede ronde van de laatste partij van de avond. René Watsema tegen Dave Roelvink. René die nu wel iets meer doet. Maar nog steeds geen gevaar voor hem voor Dave. Dave die lekker doorkomt met stoten. Ja. Is er eigenlijk gewoon aan het... Aan het uitkiezen gewoon. Ja. Niks aan de hand. Nee. Dave komt gewoon mooi door. En komt hij nog eruit? Komt hij nog eruit? Paar seconden. Einde van de partij. De winnaar van deze partij is Dave Roelvink. Maar we doen het zo. 2 seconden, ja. Ja, gewoon de hoek. Bro. Ja, kom maar gewoon even dit gaan, dan kan ik weg. Het is veel moeilijker, ik ga het nog terug zien, maar ik merkte dat ik toch heel erg ging zwaaien. En ik heb mezelf zo voorgenomen om het niet te doen. Dave, gewonnen jongen. We hebben gewonnen. Ik heb het gewonnen. Niet zo hard zijn voor jezelf. Hey, heeft er iemand een schaar toevallig? Nou, dat geeft mij 's nachts een heel goed gevoel. Als ik denk, hij is op pad. En dan het eerste wat ik check is Lorenzo erbij. En dan voel ik dat het goed zit. Ze kennen elkaar al lang. Ik kan me herinneren dat Lorenzo bij een club stond. En toen kwam Dave daar eerst als klant. Ze zijn ook hele goede vrienden geworden. Er is ook wel eens een beetje oneenigheid geweest, maar dat komt in elk huwelijk voor. Het voelt als familie. We zouden hem nooit kwijt willen. Ik weet, als ik hem nodig zou hebben, dan is hij er ook met zijn team voor mij. Ik heb een show gegeven in Paradiso, daar heeft hij mij ook bij geholpen. Dus ik kan alleen maar zeggen, ik hoop dat Dave en Lorenzo nog jaren samen doorgaan. Artiesten krijgen bezoek van de grootste rapper van het land, Boef. En dat hij geen kleine jongen is, blijkt wel uit zijn enorme entourage. Welkom!
We hebben het tourmanagement gedaan voor de artiesten in House of Talent. Ik weet het nog heel goed, ik was in Portugal. En ik werd toen gebeld door Fabrice. En die zei, ja, kom op gesprek. En wie weet, hè, is het wat voor jullie? We wilden het gewoon zo echt mogelijk maken als hoe het echt in de muziekwereld was. Dus dan kom je toch ook snel bij tourmanagers van al bekende artiesten. Met de vraag van, zouden jullie dus ook een tourmanagement willen doen van onze artiesten in het huis? Door House of Talent hebben we wel veel naamsbekendheid gekregen. Mensen hebben ons wel gezien. Mensen weten wel vanaf toen meer wat we deden. Natuurlijk social media, hè, heb je natuurlijk. Maar tv is natuurlijk nog steeds nummer 1. Waarom ik hier ben, is om jullie allemaal te feliciteren natuurlijk. Ik vind het gewoon mooi om te zien dat jullie passie gaan volgen. En ik ben heel benieuwd hoe jullie het ook echt gaan doen, snap je? Maar in eerste instantie waarom ik hier ben, is gewoon om feliciteren te zeggen. Dus we gaan deze poppen, je weet toch? Ja, Talpa die je belt. Ja, dat had ik niet durven dromen. En toen gebeurde het ook nog daadwerkelijk. En toen kregen we ook nog een mooi promofilmpje erbij. Ja, dan ben je wel trots. Maar je bent nog trotser dat je een partner hebt die tevreden is over jouw diensten. En dat is Talpa. Wij hadden namelijk dus 8 tourmanagers die we wilden koppelen aan onze artiesten. Maar ja, goed, wij als tv-makers wilden er natuurlijk wel iets moois van maken. Zoals jullie zien, naast mij staat een man van 2,7 meter. In het begin van mijn carrière had ik geen eens een tourmanager. Reden vrienden mij gewoon naar shows en zo. En ik dacht ook van ja, ik hoef geen tourmanager, weet je. Maar op een gegeven moment kom je op een niveau en je wordt zeg maar bekender. En het wordt ook steeds heftiger, snap je? Je komt in situaties terecht waar fans bijvoorbeeld heel druk kunnen doen of met de hele groep op je auto kunnen afkomen. En dan is het toch altijd lekker om iemand naast je te hebben waar je blind op kan vertrouwen. Aangezien ik weet dat jullie ook artiesten gaan worden, leek het ons en mij wel zo handig dat jullie ook een tourmanager kregen. Het proces daarna met Strictly was eigenlijk heel professioneel, moest ook. Nogmaals wat ik al zei, wij verwachten meer van een tourmanager. Want wij wilden dus ook dat de tourmanager zeg maar, met een soort vlogcamera ook beelden ging schieten van de optredens. Wat we natuurlijk voor de uitzending konden gaan gebruiken. Dus een tourmanager moest niet alleen scherp zijn, maar die moest dus ook cameraman zijn. Die moest dus ook zorgen dat de artiest niet dronk. Na elke optreden kreeg gewoon netjes een overzicht van wat er was gebeurd en dat alles binnen de perken is gebleven. Ik claim jou. Mijn naam is Quincy Wilson en ik zit ook bij Strictly, ben een van de artiesten van Strictly. Ze doen niet alleen mijn tourmanagement, ze doen ook mijn vaste management. Quincy Wilson heb ik ontmoet in Jerez de Mar, Spanje. Hij was daar resident DJ en stond voor en na Dave. En 2 jaar geleden heb ik hem ontmoet daar. Een hele energieke jongen. En toen kwamen wij ineens in House of Talent. En toen was hij daar als een van de kandidaten. Die wilde heel graag met ons samen blijven werken. We hebben ook alle artiesten voorgesteld dat de eventuele samenwerking nog steeds van stand kon zijn. En hij greep eigenlijk met beide handen aan. Qua management en qua tourmanagement. Dus en met hem zijn we door aan het bouwen. Ja. Een goede tourmanager moet voldoen aan ja, het veilig houden van de artiest, het controleren van alles tijdens de boekingen. Ja, een klik hebben met een artiest, dat is toch een van de belangrijke dingen. En het veilig houden van de artiest. Ik ga nu even met Martijn in. Ja, dus wij beginnen dan gewoon 10 uur en dan gaan wij gelijk door daarna. Is yes, ja, helemaal goed. Neem even wat te drinken. Ja, yes, dankjewel. Hoi. Maar ze hebben het dus niet geregeld. Goeiedag. Hi. Martijn. Ruben. Martijn. En jij bent? Ja. Manager van Quincy. Je hebt mij net gesproken. Dag Quincy. Hey, ik ben Quincy. Aangenaam. Hoi. Aangenaam. Hoi. Stel dat leuk. Hallo. De camera. Wat een vroeg jongens hebben we mee. Kan ik even met jou iets overleggen? Ja, we gaan even iets overleggen. U vergist. Ja. Dus die komt nu om 10 uur, maar die zou om 9:30 op moeten. Ja. Tien voor tien. Die is hier pas om 10 uur. We kunnen eventueel, maar ik begreep dat jullie meteen weg moeten. Wij moeten weg, ja. Hoe laat moet je weg? Ja, na 11 uur moet het 12 uur in Rotterdam zijn.
Dus dat gaat voor ons lastig worden om later te beginnen. Oké. Okay. Ja, of... Ja, weet je, laten we in ieder geval maar anders nu alvast beginnen. Ja. Weet je, laten we inderdaad... 10 uur gewoon de vaste... Nu. Ja. En dan... En dan komt zij er tussendoor. Een beetje inside. En dan stopt hij een half uur. En dan tot 11 uur. En dan gaat hij door vanaf 10:30 tot 11:00. Dus, dus in plaats van een uurtje... Zijn er 20 minuten? Ja, die 45 minuten, maar dan zeg maar in twee delen. Ben je even goed om 11 uur weg? Ja, maar zij draait even kort haar zit in naar 20 minuten. Dus het is, zij zit 10 uur. Dus als haar nu wil draaien, ja. Totdat het is. En dan kan hij even naar de kleedkamer of wat dan ook. En dan 20 minuten en dan van 10:30 tot 11:00. Dus het is ook wel bijna. Ik ga het even met hem bespreken. Ik ga het even met hem bespreken. Ik ja. Had je trouwens nog de flessen voor hem? Want die staat, die zag ik niet. Nee, alleen die staat in de vriezer, hoor. En ze willen nou dat jij nu gaat beginnen. En dat je dan stopt. En dat je daarna doorgaat en dat je dat tot 11 uur. Nee man, dat vind ik echt van ja man. Gewoon, ik wil gewoon in een uur doordraaien. Ja, nee, duidelijk. Ga ik regelen. Ik vind dat een artiest een tourmanager nodig heeft, omdat het heel veel uit handen neemt. Als artiest zijnde vind ik dat je je moet richten op muziek maken. En tijdens je boeking moet je gewoon puur gefocust zijn op je show. Wat ga je neerzetten? Wat ga je doen? En dan moet je niet bezig zijn of het rijden wel compleet is. Of het naar huis toe rijden of naar de club toe rijden. Weet je? Dat is een taak aan de tourmanager. En Strictly en Ravine voeren die taak heel goed uit. Wanneer er een probleem is dus met een tijd van een boeking of iets dergelijks, ja, dan bespreek ik het natuurlijk wel altijd met de artiest. Als de artiest akkoord geeft, ja, dan heb ik er ook vrij weinig over te zeggen. En dan is het gewoon akkoord en dan beginnen we of later of we beginnen eerder. Of wat het probleem op dat moment precies is. Bespreek ik altijd met de artiest. Gaat de artiest ermee akkoord, dan gaat het op die manier. Ja, de samenwerking tussen mij en Quincy die is gewoon helemaal top. Ik kan het heel goed vinden met Quincy. Dus ja, tijdens de autoritten, lange ritten, gaat het allemaal gewoon helemaal goed. Op de boekingen gaat het goed. Hij kan er van mij op aan als hij iets heeft en hij kijkt me aan, weet ik precies wat er aan de hand is. En kan ik daarop inspringen? Nou, ik denk dat je pas moet gaan beginnen aan een tourmanager als je echt eraan toe bent, als je echt, als de mensen naar je toe komen die je op de foto willen, als jij je eigen zodanig irriteert dat dingen niet gefixt zijn, zoals rijders en gastenlijsten en dat soort dingen allemaal. Een tourmanager regelt dat allemaal voor je. En als je geen zin meer hebt om dat te gaan doen, dan moet je het uitbesteden. Tourmanager maakt het niet uit als welke artiest het is. Als tourmanager moet je kunnen aanpassen waar je bent, met wie je te maken hebt. Dat is belangrijk. Nee, je kan mij met de meest ruigste rapper uit Nederland zetten. En je kan me ook gewoon met André Hazen zetten. Dat maakt niet uit. Ik pas me aan waar ik ben. Hebben jullie gegeten? Zaken wat dat? Ja. Het doel blijft hetzelfde, veilig van A naar B, op tijd. In het begin is het allemaal zoeken. Kijk, iedereen ziet iets op een andere manier. Bijvoorbeeld als iemand mij op een slechte manier wil benaderen. Zou ik misschien vaak willen dat Lorenz wat harder ingrijpt dan dat hij in gedachten heeft. Waar ik daarna weer over na ga denken. Dat ik denk van ja, dat is misschien ook wel beter geweest zo. En bijvoorbeeld met fans dat we een bepaald aantal foto's kunnen maken in verband met de tijd. En dat hij dan echt zegt, oké, jongens, nu klaar. En de mensen wegstuurt die mijn fans zijn. Dan denk ik van nee, wacht nou even. Want dit, weet je, die mensen zijn hier in een positieve zin, weet je wel, voor mij.
gaat niet meer heel graag met jou. Mag het zo? Mag het zo even? Ja, als hij heeft opgetreden? Ja? Stop er maar. Maar ja, dan moeten we dus gewoon echt weg. En ja, dan moet je met elkaar even een middenweg inzoeken. Het geluid, maar dat kan je van tevoren ook niet echt weten. Het geluid gebeurt tijdens de show. Hoe het is afgesteld. Dat is een voornamelijk probleem. Voor de rest, nee. Ik tackle alles gewoon wel. Is het nou de capaciteit wat die monitoren kunnen leveren? Is dat het? Daar kan ik er niks aan doen. Ja, ik heb momenten dat ik eigenlijk gewoon naar front of house loop. Dat is waar de muziekman zit. En dat ik hem aangeef hoe ik het wil hebben. En terugloop. En dat het precies is zoals ik het wil hebben. Tegen de ene artiest zeg je iets anders, op een andere manier, dan dat je tegen de ander zou zeggen. Maar het is hetzelfde, je hebt hetzelfde doel. Laat je nog een keer horen voor Femke! Ja, toch. Ja, dank u. De relatie tussen de artiest en de tourmanager, dat is heel close. Maar in de jaren heb ik wel geleerd dat je toch een onderscheid moet blijven maken tussen hoe close je ook bent en je eigen vrienden. Ik denk hier. Er zijn wel eens discussies ontstaan over het vervoer van alles. Eigenlijk kan je het gewoon noemen als een getrouwd stel. Wat niet raar is, omdat je zo vaak met elkaar bent. Hij heeft een hond. Ik hou niet van honden. Dus hij heeft me nog wel eens lopen zieken met die hond, laat me het zo zeggen. Er moet even eentje hier komen staan en eentje daar komen staan. Want als hij hiervoor staat, dan zie je die achterste mensen niet. En ik ga er niet vanuit, maar als ze iets doen, dan... Maar stuur ze maar naar mij toe, dan komt het wel goed. Ja, je hebt wel eens ruzies. Kijk, ik ga het nog één keer zeggen. Je ziet elkaar vaak meer als je eigen vrouw. Dus als je dan geen ruzie hebt, is het sowieso niet goed, denk ik. Want als het alleen maar lachen en leuk is, dan zou het nep zijn. Want zo zit de wereld niet in elkaar, denk ik. Dus we hebben over dingen hebben conflicten, zeker. Ik heb geleerd hoe ver je kan gaan. Ik kan niet meer terug. Ik ben ook niet meer terug. Maar ik kan alle tourmanagers die bij ons zijn, kan ik behoeden voor de fouten die ik in het verleden gemaakt heb en die ik nooit meer ga maken. Je kan niet te diep gaan met je artiest. Dat gaat niet. Ik heb het meegemaakt. Tot je met de neus op de feiten wordt gedrukt. En ja, het gaat ver. Het kan ver gaan. Maar het is vooral een gezonde relatie. Ik ken mijn plek. Hij kent zijn plek. Het is goed zo, op deze manier. Nee, niet! Nee! Oh ja. Hoe laat het mij dan?
wakker, wakker. Wat heb jij aan? Kut, bro. Kom. Waar gaan we naartoe? Obrazen. Je broer van life. Eerste two-show. Ja, hoor dik. Mijn naam is je broer en ik ben jouw flitsmeister. Let's go! Goedendag, welkom in Germany. Money. Bij de McDonald's moet ik naar binnen. Ja, dat snap ik, maar die straat erin. Ja, correct. Oké, okay. Okay, is goed. Van Nuno's, van Duitser. Oké. Okay. Ja, ik draai hem heel even om dan, maar dan kom ik eraan. Ik wist dat je gewoon nu eerst kapot ging. Yo. Dit is een hele proef van jou. Ja. Dit ook mee? Ja, man. De no-go in tool management. Ja, sowieso geen alcohol of drugs benuttigen. Jij staat voor de veiligheid. Jij bent soms een artiest van A, dat is de show, naar B, dat is het huis, komt ongeschonden. Dat is sowieso een no-go. Misschien correct, ja. Je hebt sowieso geheimhoudingplicht. Dus alles wat besproken wordt in de auto of waar dan ook met de artiest, dat is niet iets voor de media, dat is niet iets wat op straat komt te liggen. Het moet gewoon blijven waar het hoort. En dat is gewoon tussen jullie. Ik hoorde dat er een vraag was. Nee, er is geen vraag. Bij de optredens van onze artiesten, zeg maar, staan er altijd twee man beveiliging. Moet er geregeld worden. Dus die twee man die wilde ik even spreken. Kan ik ze vertellen wat de bedoeling is? Ik ben er niet van op de hoogte vandaar. Oh. Als ik het wist, had ik meteen twee man losgemaakt. Oké. De organisatie is verplicht om twee man beveiliging voor ons te regelen. Dat is voor op het podium. Moet via hun geregeld worden. Ja, dat is voor mij geen probleem, als iemand het maar regelt. Kijk, als je één iemand kan regelen, ik wil ook niet moeilijk doen, hè. We hebben een feestje, we gaan het lopen. En ik ga gewoon van het positieve uit, dan doe ik gewoon de rest. Maar regel dan alsjeblieft één man. Nou ja, voor mij blijft het altijd een moeilijke situatie. Ik ben niet, Lorenzo is natuurlijk iemand die dan in de auto zit en voor mij werkt. Maar ja, ik wil het altijd graag, ik zeg altijd tegen hem, ik wil het graag in balans houden. Dus je moet niet het gevoel hebben dat ik de baas ben of zo, weet je wel. Ik wil heel graag gewoon een samenwerking, dat je op gelijke hoogte staat. Dat vind ik heel fijn om samen te werken, dat je als een soort vrienden onderweg bent. Maar op het moment dat het moet gebeuren, dat je wel professioneel en serieus kan zijn. En dat kan hij goed. Dit is je man. Mag ik je bedanken voor de moeite? Dit is je man. Ja, thanks. Ja, positioneer hem zelf. Het enige wat we zeg maar vragen. Ik sta op het podium, dan samen met jou. Als jij achter in de hoek kan gaan staan. Alleen maar naar de mensen kijken. En we proberen ervoor te zorgen dat niemand iets spoort of slecht gaat doen. Nogmaals, we gaan er niet vanuit. Nee. Maar ik wil het risico niet nemen. Nee, ja. Willen jullie nog, wil je nog een shirt hebben of ja, zo met zelf... stage? Dat je, wil je Eén nog XL iets... moet ik hebben. Eén XL moet je hebben? En wil je nog iets, we hebben ook stickers. Ik weet niet of je nog iets, nee. Gooi je in publiek? Nee, nee? Okay. Stickers moet gewoon hebben. Ja. Dat is tof. Ik heb ook nog meet and greet, maar waar is het goed om te meeten met die gozer? Bij de merchandise of niet? Beneden. Of... Kom ik daar makkelijk vanaf hier? Na de show. Ja, laat ik je even zien, maar moet je wel door de zaal. Ja, maar kom ik daar makkelijk dan? Hier? Ja, moeten we wel door de zaal. Hoe lang? Vijf minuten. Nou ja, twee minuten lopen natuurlijk. Maar je kan ze ook hierheen halen. Ja, oké, okay, maar ik wil gewoon als ik ze wil laten komen hier of. Snap je? Dus dat moet zo even kijken. En jij weet wie er mee. Nee, ik ben in contact. Okay. Nou, dan zeg je gewoon na de show bij de merch. Ja, ik heb nog steeds. Maar moet je wel even kijken.
Model, die voor het publiek stroomt ook uit. Maar moet je het ook zeggen, hè? Aan het einde van de show. Ja. Kan je beter misschien naar het einde van de show misschien wel hier doen. Maar ja, het is ook wel leuk om even naar de beurs te gaan. Ja, sowieso, wij doen we altijd. Nee, maar dat is goed. Maar moet je gewoon wel 11:15 stoppen. En dan zeg je gewoon, nou maar iedereen gaat blijven. 12 uur leeg zijn dan of zo? Nee, weet ik niet. Maar ik heb wel tot 12 curfew dat je muziek mag maken. Kijk maar hoe de show gaat, joh. Weet je, en anders blijven ze toch lopen hier naar. Daarna anders gaan we eerst hier, ja, dat maakt toch niet uit als de zaal leeglopen. Dus 1000 mensen daar staan, word je ook gek. Je kan ook nog meet en greet naast het podium doen waar Eleanor zit. Weet je? Laten we het sowieso na die show doen, dan moet jij bedenken. Kom, gaan we de zaal in. Sta je hier onze auto staan, dan moet je die ijzeren trap omhoog. Ja. Onze VIP is vanavond. Yes, ik ben er weer. Hoe is het? Ik ben er weer. De rode loper van me. Goed, man. Goed om jou? Ja, goed, man. De verantwoordelijkheid van de tourmanager, nou, dat gaat eigenlijk heel ver. Ik vind het heel belangrijk dat de artiest altijd op tijd is. In het verleden was ik wel eens met artiesten en die kwamen te laat. Daardoor ging ik hard rijden. Om toch weer op tijd te zijn. Ja. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar dan heb je weer de overheid aan je broek hangen, natuurlijk. Dus gewoon lekker op tijd vertrekken. Zorg dat je op tijd bent. Zodat je ook niet half hard hoeft te rijden. Ik kom veilig aan. Ga veilig naar huis. Ik laat je heel erg toe in mijn leven eigenlijk. Als tourmanager ook. En dat heb ik wel een beetje aan het begin met Colin afgehouden. In mijn cirkel is niet groot. Als ik je in mijn cirkel laat. En daarna na je mij door dingen uit mijn cirkel buiten die cirkel te brengen, dan vind ik het heel moeilijk om iemand anders weer nieuw erin te brengen. En Colin was in die situatie bij mij in mijn leven gekomen, in mijn cirkel. En hij is natuurlijk eigenaar van het bedrijf, dus hij zou zichzelf in de vingers snijden als er iets zou gebeuren ofzo. Verantwoordelijkheid ligt gewoon heel hoog, omdat iedereen bouwt op jou. De manager bouwt op jou, de boostkantoor bouwt op jou, de organisatie bouwt op jou. Jij moet het allemaal regelen. En de artiest bouwt natuurlijk op jou. Dus ja, gewoon zo dat alles geregeld is. Ladies, make some noise! Meegaan, dat is een paar keer leuk zonder te drinken. Maar ja, die willen op een gegeven moment ook een borreltje gezellig meedoen. Dus je merkt op een gegeven moment dat je gewoon iemand nodig hebt die voor je gaat werken. En die er alleen is om voor je te werken. En die je rijdt. Die zorgt dat je op tijd bent. Maar die ook zorgt dat je veilig bent. Zou ik dingen anders gedaan hebben? Ik zou me vanaf het begin af aan minder kwetsbaar opstellen. Tegen artiesten, tegen managers. Ik zou het iets zakelijker zien, zoals ik het nu zie, als dat ik het in het begin zag. Dat is eigenlijk alles
voor de rest ben ik wel tevreden hoe het nu gaat. Nog 2-3 minuten is de handdoek klaar. Oh, dat is goed. Wat we gaan doen, waar we mee bezig zijn, waar we heen groeien. En dat doen we samen. En ik denk dat ik hem wel zeker een vriend kan noemen. Want ik heb soms wat gedronken, ik wil mijn hart luchten. Ik praat over mijn carrière, stappen die ik wil maken in mijn carrière. Ik laat nieuwe muziek horen van nieuwe artiesten op het label. Dingen die niemand nog mag horen. Dingen die zakelijk gerelateerd zijn, die alleen hij hoort. Ik wil gewoon ook met iemand kunnen sparren in de auto van wat vind jij ervan. Maar ik hoop wel dat het dan in de auto blijft. Of in mijn huis blijft en zo, weet je wel. En weet je wel, ik ben een echte vriend, kan ik zeggen. En don't take my kindness for weakness, zeggen ze toch. Laatst was hij jarig, toen zei hij dat ik de beste tourmanager ben die een artiest zich kan wensen. Dat deed me wel iets, dat vond ik wel mooi om te horen. En daarna hoorde ik het van nog meer mensen dat hij dat wel eens had gezegd. Dacht ik, oh, oké. Dus hij heeft me wel hoog zitten in wat ik doe en hij is hartstikke blij met mij. En dat is wederzijds, dus dat is helemaal top. Everybody, more, 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 more. Everybody. Heading for more. This is the score by Gala. Maar ik denk dat we echt op de goede weg zijn om deze samenwerking naar een vriendschap te maken. En we zitten natuurlijk hele zomers op elkaars lip en zo. Weet je, hoe ga je dan geen vrienden zijn? Gaat zo. Ik denk dat het wel gewoon zo gaat. En af en toe, tuurlijk, af en toe denk je, ja, zal ik dat wel doen? Zal ik toch wel die stap zetten om buiten werk om iets te gaan doen? Toch, liever niet. En ik denk dat hij zichzelf ook wel beschermt daarin, hoor. Ik denk dat we allebei wel op dezelfde manier erin staan.
We zijn echt, als we samen zijn, hebben we de grootste lol. We maken de leukste tijd samen mee. Maar het is wel nog steeds werk. Die superstar. Ik werk wel op lange termijn met een heleboel organisaties. En dat snapt Colin ook, weet je. Ik ben goed met eigenaren van een heleboel clubs. En dat is ook wat ik zie bij andere artiesten. Die komen binnen, die groeten de eigenaar niet, weten niet hoe de eigenaar heet. Weet je wel, wij zijn wel gewoon aan het bouwen naar langdurige relaties. Ja, in de zomertour staan we heel vaak samen. Eigenlijk als ik in mijn auto stap, zeg mijn telefoon. Zo lang duurt het om bij Tim te komen. Zo vaak ben ik met hem, in ieder geval. En zoals ik al zei, ja, we hebben gewoon een hele leuke tijd samen. Zijn DJ, Stevie, Mr. Wonder. Daar kan ik het heel goed mee vinden. Ik denk dat we z'n drieën gewoon echt de grootste lol hebben. En we vermaken ons heel goed. Dat is ook heel belangrijk, want je moet nog steeds wel plezier hebben in je werk. Anders ben je niet goed bezig. De afgelopen zomertour zijn we veel samen geweest. Zou je denken dat het spanning is, maar ja, irritaties heb ik niet ervaren. En volgens mij zijn die er ook niet. De toekomst met Tim. Als ik naar zijn plannen kijk, gaan we de hele wereld over. En ik geloof echt in, als hij dat dit soort dingen doorzet, wat hij nu aan het doen is, dat het ook zeker gaat gebeuren. Weet je wat mooi is om te zien? Ik heb Colin en Tim niet vaker zien werken. Eén keer eerder, maar dat was in het begin. En nu zie je dus echt een chemie. Dat er een chemie is ontstaan tussen die twee. En dat het gaat als een geoliede machine. Dus dat vind ik wel vind ik leuk om te zien. Hij vroeg als we vrienden waren, vind ik. Ja. Lastige vraag. Ik ook. Ja. Maar we zijn het wel. Ja, we zijn het wel. We zijn gegroeid zo, toch? Ja, toch. Ik wou nog iets zeggen wat ik niet heb gezegd. Is die microfoon nog daar? Die is zeker aan. Kijk, zeg maar wat ik tegen iedereen zeg en iedereen die zeg maar, naar me toe komt over hem, die zegt dat zeg maar, hij is wel de droom voor een artiest. Zeg maar, je hoeft, dit is zeg maar tourmanagement, zwarte band, op hoog niveau. Weet je wel, dat mag wel gezegd worden dat dit gewoon echt alles is on point. Ik heb nooit dat ik met hem moet praten over dit was niet goed, dat was niet goed. Hij komt eerder naar mij toe van, oké, voordat ik heb bedacht, zeg maar, nu weer over een situatie, moeten we even met z'n allen over zitten. Dat is gewoon belangrijk, je denkt vooruit. En dat is denk ik wat weinig mensen doen, want dat gaat eerst fout en dan ga je erover praten. Ja, dat we moeten allemaal leren van onze fouten. Ja. We moeten er gewoon voor zijn en wij willen het gewoon goed doen. Daarom deze samenwerking is gewoon top. Ik ben hartstikke blij met jou, dus ik ben gewoon, ik klaag niet. Ik ook niet. I ain't going nowhere. Dus dat stukje waar ik geen klaag kan eruit knippen. Hey, weet je waar het om gaat? We kunnen lachen. We hebben iets bereikt en dat hebben we samen bereikt. Geef elkaar een hand. Weet toch, zijn trots erop. Dit is weer een stap. Wat we vandaag hebben gedaan is weer een stap. Weet zeker. En dat bereiken we samen, zijn we trots op. We moeten ook altijd beseffen waar we vandaan komen.
ja, jullie als tourmanager, ik als artiest, weet je wel, en dan bereiken we de hele tijd samen, maken we stappen, oké, hoe kunnen we dit aanscherpen, dat aanscherpen, weet je wel. En zo komen we echt ver, man. En ik hoop dat mensen zien, zeg maar, dat zeg maar, bedrijven als jullie, je legt toch een klein stukje, geef je uit handen, weet je, maar dat is vertrouwd. Ja, zeker. Nee. En wat de meeste mensen is moeilijk vinden om het uit handen te geven. Ja, maar dat is ook zo. Ja, is ook zo, zeker. Ook zo. En alle artiesten hebben een gebruiksaanwijzing, weet je wel. Ja. En dan moet je ook aanvoelen en zo, weet je wel. Je kan er ook heel zakelijk mee omgaan of niet, weet je. Die tussenweg zoeken is wel... Family, man. En sowieso, vrienden, man. Laten we het familie noemen. Sowieso. Familie is een beter woord. Top. Thanks, grap. Scheiße. Hoe zie je de toekomst voor je met zeker? Ik denk dat als we zo doorgaan dat het gewoon oké is. Ik wil nog gewoon blijven spelen, er gebeuren meer dingen. En ik heb nog steeds mijn hart op de tong. Ik ga nog steeds zeggen wat ik denk, weet je. Dus, dus ik ben gewoon mezelf. Ik doe gewoon altijd wat ik altijd, heb gedaan. En ik vind het wel een fijne manier van werken, dus ik hoop dat we dit wel door kunnen zetten. Maar het is kort, hè? Dus, maar tot nu toe kan ik niet klagen. Dit voelt gewoon heel natuurlijk. Ja, hoe zie ik die toekomst voor me? Hun zijn, kijk, de reden waarom wij met Femke met hun gingen werken was omdat Femke de aanpak, hoe JJ en ik dat deden, en ook met Pearl en Frames en hoe wij dat helemaal benaderen, was gewoon straight up Amerikaans. En daar past de strikte heel erg bij. Hun zijn echt die 360 graden maken zij rond. Dus ze providen zeg maar een stuk veiligheid, een stuk, ja, gewoon dat je kan ontspannen als artiest. Het maakt niet uit wat er gaat gebeuren, je bent safe. En daarnaast nemen ze zorg van je af wat betreft de show. Ik zie wel echt een positieve toekomst. Ik zie dus dat we gezamenlijk groeien, weet je. Wij zijn aan het groeien, hun zijn aan het groeien. Ik kan niets anders dan alleen maar positiviteit inzien, zeg maar. In alle fronten. Ik hoop dat we ja, toch wel succesvolle jaren nog mogen tegemoet gaan. En als dat zo is, dan ben ik, ben ik wel meer dan tevreden. Kijk, van het bedrijfsvoering en zo, daar weet ik niet zoveel vanaf. Ik weet alleen dat hij nou samen is met Colin. Dat is ook een hele fijne gozer van de bed. Kijk, een grote jongen met een heel klein hartje. En daar, ik denk dat ze elkaar goed gevonden hebben. Dat de ene een beetje plus is de andere min en andersom. En dat heb je nodig. En ik denk dat dat hun bedrijf is. En als je nou ziet hoeveel... opkomende sterren of aankomende sterren of huidige sterren zou hebben in hun stalletje. Nou, doen ze het toch heel erg goed, denk ik. Ja, ik vind het wel heel leuk om te zien hoe het nu gaat met Strictly, want ik ben natuurlijk begonnen met Lorenzo en daar is Strictly uit ontstaan. En ja, hij is zich nu zo aan het uitbouwen en ik hoop voor hem dat het alleen maar nog maar verder mag uitbouwen en dat het ook internationaal door mag gaan breken. Dus succes, grap. Ik ben zelf geen dromer, dus ik heb niet een heel verhaal. Maar ik geloof wel erin dat we groot kunnen zijn, dat we de grootste kunnen zijn. En gewoon kunnen blijven knallen en gewoon echt een naam kunnen neerzetten. Rooskleurig. Ja, rooskleurig. Als alles blijft gaan zoals het nu gaat, dan denk ik dat ik wel iets moois kan nalaten. Voor over een jaar of 50 of zo.